Kijk. Stel je voor, je hebt een hele toffe survival vakantie geboekt, maar het gaat helaas niet door. Hier in Portugal hebben ze de oplossing. Je kan hier namelijk klimmen. Ik heb met instructeur Casper afgesproken. Hij gaat me er alles over vertellen. Daar hebben we Casper. Wat ben je precies aan het doen? Het bos aan het klaarmaken voor straks. En zou ik ook dit kunnen doen? Zeker. Ja? Ik zal alleen nog wel even een gordeltje aan doen. Oké, laten we gaan. Top. Oké, we hebben het aan. Maar het valt me wel gelijk op, jij hebt veel meer aan. Dit is voor de instructeurs, jij hebt het voor de deelnemers, maar het is net zo veilig. Ik vind het best wel een beetje spannend, want zit ik nou wel goed vast? Jazeker, de opening is smal en de kabel is dik, dus de opening kan er nooit langs. Oké. Hoe lang duurt het ongeveer dat mensen dit parcours hebben afgelopen? Een half uurtje gemiddeld. En hoe lang doe jij erover? Want ik neem aan dat jij er wel veel sneller over doet. Ongeveer 7 minuten. We zijn nu bij een tokkel aangekomen. Oké. En dan heb je de oranje haak nodig. Dat is deze. Ja, top. Ga ik. Oké, kom. Het ziet er dus echt veel makkelijker uit dan dat het is. Heb jij dat nou geleerd? En met school heb ik dit wel eens moeten doen. Ja? En toen ik hier ben gekomen werken, toen heb ik ook vaak het parcours moeten klimmen. En daardoor ben ik alle handigheden van de parcours een beetje te weten gekomen. Zijn we er al bijna? Jazeker, nog 2 tokkels en we zijn aan het einde. Oké, eigenlijk ben ik wel best wel blij. Is het nou echt een goede vervanger voor een survival vakantie? Ik denk het wel. Je kan hier in principe net zoveel beleven in het bos als op vakantie. Ja. En het is lekker dicht bij huis. Ja, zeker. Dit is de laatste stop. Yes. Hoeveel meter hoog is dit? 7,5. De laatste, jongens. Ik vond het super vet. Dankjewel voor deze ervaring. Ja, graag gedaan. Zullen we nog een rondje gaan? Zeker, kijken of het sneller kan. Is goed, laten we gaan.